Mijn naam is Elze den Uyl en ik ben begonnen met Nordic Walking omdat ik 3 jaar geleden hoorde dat ik Parkinson heb. En bij Parkinson is het echt heel belangrijk dat je in beweging blijft en dat je schouders goed gebruikt en goed veel loopt. Dat is het enige wat ik eraan kan doen. Dus dat doe ik dan ook redelijk frequent. Ik ben Albert van Maurik. Ik ben werkzaam bij wandelen beweegschool Forf & Fit uit Apeldoorn. En we zijn eigenlijk een bedrijf gespecialiseerd in het in beweging brengen van iedereen. Van mensen met beperkingen, zonder beperkingen, jong en oud. In groepsverband sporten, dat stimuleert het sporten. Je hebt contact met elkaar, je hebt schrik met elkaar. En je meet je ook nog een beetje met de ander, wat af en toe ook wel heel leuk is om te doen. Nordic walken vind ik leuk. Je bent altijd buiten. We lopen altijd hier in het bos. Je gebruikt al je spieren. Het geeft energie. Ik heb een voorlichtingsmiddag bijgewoond, waarbij iets werd verteld over de mogelijkheden van Nordic walken met een beperking. Na een aantal lessen ben ik lid geworden van deze groep en loop nu sinds 2010 loop ik mee. We doen buitenactiviteiten, binnenactiviteiten en we zitten ook in het water met Aquafit. Dit jaar bestaan we 10 jaar en dat hopen we nog lang vol te houden. En als je een uitdaging zoekt omdat je een beperking hebt, neem vooral contact op.